Wij lazen van de week in de krant een artikel over een nieuw zelfverdedigingsproduct, de Kobutan. De Kobutan is een ijzeren staafje wat jij in sleutelbos doet. Met daarmee kan je in een mum van tijd iemand uitschakelen. Ook kan je met een sleutel dan DNA van iemands gezicht afhalen. Ik vraag me af of dit soort producten nou echt wel nodig zijn. Ik ben op straat gaan vragen hoe onveilig jongeren zich nou voelen en ik ben in gesprek geweest met een securitybedrijf. Ik ben langs het Centraal Bureau voor de Statistiek geweest om cijfers en feiten te halen. Hoeveel procent van de jongeren voelt zich overdag onveilig? Nou, ongeveer 1 op de 3 jongeren voelt zich overdag onveilig. Voelen jullie je veilig op straat? Ja, ik wel. Amsterdam is mijn buurtje, dus voelt goed. Ja, best wel. Ik voel me wel veilig op straat. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. De jongens zijn degene die meer te maken krijgen met echte criminaliteit. Die hebben wat vaker dat ze ruzie hebben, dat er gemapt wordt, dat er iets gestolen is dan de meisjes. Dus de meisjes melden vaker, ik voel me onveilig. De jongens melden dat niet. Is misschien ook niet helemaal stoer om te zeggen, ik ben bang voor jongens. Dus die zeggen, nee, ik ben niet bang. Maar misschien zien ze de gevaren niet. De meisjes zeggen wel dat ze bang zijn. Maar als je kijkt wat er gebeurt, dan zijn het eigenlijk de jongens die vaker de klappen krijgen. Heb je wel eens een onveilige situatie meegemaakt? Nee, niet echt in die positie geweest, nee. Een jaar geleden ben ik beroofd. En wat heb je toen gedaan? Ik kon weinig, want ik lag op de grond en ik had mijn arm gebroken en mijn benen kon ik niet meer bewegen. Dus ja, vrij weinig kon je toen doen. Oh jawel, toen ik klein ben heb ik wel eens gehad dat ik dacht van ja, nu ben ik de sjaak, dan moet ik wegwezen. Maar dat doe je zelf ook een beetje aan mee, hè, dan? Ja, ik zo vaak ik woon in Amsterdam, dus... Als ik s'avonds door een tunneltje moet fietsen en er staan 8 of 10 jongeren, zou ik wel andere weg kiezen, ja. Nou, niet echt onveilig, maar wel als je er s'avonds loopt, dat je wel opmerkingen naar je hoofd krijgt van groepjes jongeren die er staan. En het is niet erg bedreigend, maar het geeft ook geen veilig gevoel. Vind je dat producten als pepperspray en de Kobutan zinvol zijn en waarom? Persoonlijk vind ik pepperspray een product wat afschrikwekkend is. Dus geeft mensen wel de tijd om na te denken en eventueel nog weg te gaan of op te houden waarmee ze bezig zijn. Kobutan vind ik niet zinvol. Waarom? Omdat het een wapen is wat je van korte afstand gebruikt en met geweld wek je meer geweld over het algemeen op. Wat vind je ervan dat er nu producten op de markt komen om jezelf te beschermen? Ja, ik vind het wel goed, al betwijfel ik of het echt allemaal heel goed werkt. Ja, ik snap het, voor sommige meiden snap ik het wel. Ja, ik wou net zeggen, voor meisjes kan ik het meer begrijpen. De jongen moet naar de sportschool. Lijkt me handig, in dat soort gevallen, ja. Als je wel onveilig voelt, is het handig, toch? Ja, ik vind dat bijvoorbeeld pepperspray, het is wel een wapen, zeg maar het schaadt niet heel erg, dus ik vind dat wel goed. Alleen, ja, ik denk niet dat iedereen ermee moet gaan lopen, want dan komen er ook verkeerde mensen mee. Dat vind ik onzin. Nou, ik heb het gisteren ook wel gezien op televisie over dat staafje. En ik vind dat je als je 1 cursus van 3 uur, dat komt er nooit in. En dat onthaal je echt niet in zo'n situatie van, oh, dat heb ik 2 jaar geleden geleerd. Werkt niet. Werkt echt niet. Ik denk ook niet dat het echt helpt eigenlijk. Want als iemand iets wil doen, dan doet ze het toch wel, denk ik. Het effect is dat middelen die je bij hebt, die ben je ook geneigd te gebruiken. Waardoor de letselschade en over het algemeen de ergernis van de partij gewoon erger kan worden. En meer mensen gewond kunnen raken. Als je gewoon normaal gedraagt, dan gedraagt je anders ook normaal, neem ik aan. En, dus dan is er in principe niks aan de hand. UC State.